Het was een historische speelronde in de Eredivisie. Nog nooit vielen er zoveel eigen doelpunten als afgelopen weekend. En dat roept natuurlijk vragen op zoals... welke was het grappigst? Het is tijd voor... Avondshow Sportstudio, aangeschoven is onze vaste sportredacteur Diederik Smit. Diederik, welkom. Ja, maar goed eigenlijk. Hoe is het met je? Ik was te vroeg. Ja, ja. Geeft niet. Oké. Okay. Zometeen kiezen we de grappigste eigen goal van het weekend. Maar we beginnen even met Hollands glorie in het buitenland. Ruud van Nistelrooy wordt de nieuwe trainer van Manchester United. En ik dacht, wat is dat toch, hè? Dat Nederlandse trainers zo geliefd zijn bij buitenlandse clubs. Ja. Ja, in dit geval moet je er ook wel bij zeggen dat Van Nistelrooy de tijdelijke opvolger is van Erik ten Hag, die vandaag ontslagen werd. Na de slechtste seizoenstart in 35 jaar. Dus dat ontslag dat kwam eigenlijk voor niemand echt als een verrassing. Behalve misschien voor Erik ten Hag zelf. Want vorige week noemde hij alle geruchten over zijn ontslag nog sprookjes. The noise is only coming from the media, from you guys. For some of you. Bringing up stories, creating stories, creating fairy tales. Because I know we are on one page in this club. Ja. Maar nu is hij ontslagen, dus volgens Erik ten Hag leven we nu in een sprookje. Ja, dus, sinds vandaag leven we in een sprookje van Erik ten Hag. Ja. En wat moet ik me voorstellen bij een sprookje van Erik ten Hag? Nou, dat is een verhaal dat totaal niet loopt. En waar de hele tijd allemaal oud-spelers van Ajax in opduiken. Dus Roodkapje die gaat door het bos op weg naar de grootmoeder. En wie komt ze tegen? Matthijs de Ligt. Die maakt Hens. En dan gaat het verhaal gewoon verder. Maar dat je ook denkt, ja, dit had ook zonder Matthijs de Ligt gekund. Nou ja. En wat gaat Ten Hag nu doen, denk je? Nou ja, hij kan natuurlijk prima aan de slag als leraar Engels op een doveninstituut. Ja, precies. Nou, dan moeten we het hebben over Formule 1. Want Max Verstappen heeft een tijdstraf gekregen. Wat heeft hij nou weer uitgespookt? Ja, gisteren was de Grand Prix van Mexico. Max Verstappen werd zesde. Hij kreeg 20 seconden tijdstraf... omdat hij in twee bochten Lando Norris van de baan had geduwd. Oké. Okay. Van de baan geduwd, zeggen ze dus bij RaceExpress.nl. Maar wat vond jij? Was het een terechte straf? Nou, daarvoor moet je altijd even kijken naar de reactie van Max Verstappen zelf. Want vaak is het wel zo, hoe rustiger hij is, hoe terechter de straf. Ja, als ik het ermee eens ben of niet mee eens ben... penalty is gegeven en ik ga er niet over janken. Zo ben ik niet. Het klinkt alsof het wel terecht was. Ja, het was meer dan terecht. Ja, ja. Dus Verstappen werd zesde. Nou, zijn voorsprong in de WK-stand die is weer kleiner geworden. En het was sowieso niet echt het weekend van Red Bull. Want zijn teamgenoot Sergio Perez die verloor zelfs een deel van zijn auto. Volgens mij viel er ook nog wel wat af van de vloer van Perez toen hij naast de baan terechtkwam. De vloer van Perez? Maar Formule 1-auto's hebben een vloer? Ja. Het is eigenlijk om te voorkomen dat alles de hele tijd op de baan valt. Hè? Dus zo'n vloer die kan dan een beetje alles tegenhouden, als het ware. Oké, maar hoe liep dit af dan? Ja, hij moest dus de race afmaken zonder vloer in de auto. En dat deed hij op zich goed, maar ja, kijk, dit mag natuurlijk niet. Hè? Dit is, ik bedoel... Kan niet. Ah. Nou ja, zo kan ik ook winnen. Ja, ja. Wat is het toch een rare sport. Ja. Goed, we blijven het volgen. Of althans, jij blijft het volgen. Ja. Dan gaan we naar de Eredivisie, want er vielen heel veel eigen doelpunten. Ja, dat kun je wel zeggen. Er was een record aantal eigen doelpunten dit Eredivisie-weekend. In totaal 5. Zo. Ja. Nu hebben wij vandaag heel veel brieven binnengekregen van mensen die vroegen... wat was van al die eigen goals nou de grappigste? Ja, dat is een goede vraag. En om dat te beantwoorden moet je natuurlijk ook weten... wat maakt een eigen goal grappig? Maar dat is een beetje subjectief, toch? Nee hoor, er zijn gewoon regels voor. Ik zeg altijd, leedvermaak is een vak. En ja, een eigen doelpunt, dat is vaak natuurlijk een fout. En die is eigenlijk het grappigst als je aan de actie heel duidelijk kunt zien... wat iemand eigenlijk had willen doen. Hè, dus even een voorbeeld. Vorige week gebeurde dit bij Sparta. Er wordt een bal teruggespeeld. En die verdediger die denkt, ik laat hem lopen voor de keeper. Hè, dat is op zichzelf goed bedacht. Er is eigenlijk maar één probleem. Ja. De keeper staat daar niet. Oké. Okay. Dus die kan daar nooit meer bij en ja, dan heb je een probleem. Oh ja, ja, ja. Ja, dat is jammer, ja. Ja, maar ja. Dus ook heel grappig. Ja, oh ja. Hè? Omdat je wel snapt wat hij dacht. Maar het ging gewoon mis en ja, dat is gewoon leuk. En kijk, de mooiste eigen goal van dit weekend... dat was bij Almere City NEC. Dat was een prachtig doelpunt, maar niet grappig. Hier. Mm-hmm. Cornelis Hansen. Hansen. En... Ja. Ja, dus die verdediger krijgt de bal tegen zijn voet... en gaat er schitterend in...
Maar dat kan gebeuren. Daar zit verder geen gedachte achter. Oké, dus er moet een gedachte achter zitten, zeg jij. Ja, dan wordt het grappig. Als je aan de actie kunt zien wat iemand dacht. En dat zag je dus gisteren heel mooi bij Heracles. Benita. Terug naar zijn keeper, maar die staat daar niet. Oh! Ja, dit is wel grappig. Dit is heel grappig. Ja. En voor die jongen wel sneu natuurlijk. Vooral ook omdat Frank Snoeks het commentaar deed. Want die maakt het dan vaak alleen maar erger. Hij wordt getroost van alle kanten. Maar het gaat niet helpen. Dit gaat niet helpen. Dit zijn vervelende momenten. Maar ook die gaan voorbij. Zij het nog niet vandaag. Nee. Je moet Frank Snoeks niet als mental coach nemen. Nee. Hij probeerde nog wel een beetje hoopvol af te sluiten. Maar dat werd ook niet heel opbeurend. Hij maakte de eerste van de dag. En zal geen fijne zondag hebben. En dan is het ook nog eens wintertijd. Ja, hierna begon hij ook nog over de oorlog in Oekraïne. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Maar was dit nou ook het grappigste eigen doelpunt van het weekend? Nee, het grappigste eigen doelpunt dat werd gemaakt door Leandro Bacuna van FC Groningen. Het is de 86e minuut. Het staat 0-0. En Bacuna wil de bal over zijn eigen doel heen schieten. Uitdaging, hij staat op een meter van zijn eigen doel. We kunnen gaan kijken. Dahlhaus met die corner. Uit de draaifase is hij over de doellijn. En dan wordt hij in ieder geval in eigen doel geschoten door Bacuna. En dan schiet Bacuna die bal. Mocht er nog enige twijfel zijn of hij al over de doellijn was. Pardoes in eigen doel. En dan is er geen twijfel meer. Oh, wat grappig. En zielig. Ja. Ja, ook omdat dit de enige goal van de wedstrijd was. Ja, dat maakt het alleen maar zieliger. Ja, en grappiger. Oké, absoluut. Ja, dit is de laatste week van het programma. Dus dit was ook de laatste maandag dat we hier het sportweekend hebben besproken. Ja. Dus ja. Moeten we het nog afsluiten met een stichtelijk woord? Nou ja, ik vond het heel leuk. En ja, we hoeven er geen sentimenteel afscheid van te maken. Maar ik dacht, we kunnen misschien afsluiten met een gedicht dat bij ons thuis altijd veel gelezen werd. Ja, leuk, graag. Dat gaat als volgt. Ja. Nog een mop. En even lachen, dan is het voorbij. De zaak die is nu leeg. Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond. De jukebox die plots zweeg. Het is tijd. De hoogste tijd. U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Dit... Dag mevrouw. Dit is gewoon André Hazes, toch? Dit is gewoon André Hazes. Oké, ja. Dankjewel, Diederik Smit. En dit was... Wisten jullie dat? Voor een gevarieerd mediadieet is het van belang dat je minstens 30 minuten per dag NPO Start kijkt. Doe het nu.